Wow, trippy, want het is lavalampentijd. En dat is de vakantietip voor vandaag. En dat is keileuk, want ik kreeg bijvoorbeeld van mijn mama vroeger nooit een lavalamp. En mijn broer dan uiteindelijk wel, maar dat is een ander verhaal. Dat vond ik niet zo leuk. Maar nu kan je dat gewoon zelf maken. Het is helemaal echt niet moeilijk. Je hebt water nodig en olie, plantaardige olie. Die kan je ook vinden in de winkel. Dan heb je ook zout nodig. Eventueel een zaklamp, het hoeft niet, maar het is wel leuk. Of een bruistablet heb je ook nodig. En dan kleurstof, dat kan je ook gewoon vinden in de winkel. Gewoon even gaan vragen als je het niet meteen ziet liggen, want soms ligt het nogal goed verstopt. En het is super simpel, zoals ik net al zei, ik ga het jullie voordoen. Je neemt het water en een glas, dat heb je ook nodig. Heb je dat gezegd? Een glas dus, hè. En dan ga je 1/3 vullen met water. Voilà, dat is ongeveer 1/3. En dan kan je een kleurtje kiezen. Dus ik heb nu op dit moment blauw, geel en rood. En dan kan je die ook nog eens gaan mengen, hè, want dan kan je nog andere kleurtjes kiezen. Maar ik ga voor blauw, omdat ik al een rode heb gemaakt. En dan hebben we zelfs twee. Voilà. Blauwe kleurstof in het water. Goed mengen. Kan ook met je vinger, maar dan kan die wel eens blauw zien. En dan ga je de olie nemen. En dan ga je heel voorzichtig de olie bij het water doen. En als je dat super voorzichtig doet, best zo langs het randje gieten, dan gaat die olie mooi blijven liggen op de blauwe vloeistof die we net gemaakt hebben. Voilà. Zo dus. En nu, the moment. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Ik ga het je voordoen één keer met zout. Kan je het zout hierbij gaan kappen? En als je goed kijkt, dan komen er belletjes. En dan heb je dus gewoon keihard een lavalamp. Hè? Je beweegt dan en heb je verschillende laagjes. Maar nu, dit vind ik het allercoolste, is met een bruistablet. Moet je maar even aan je mama of je papa vragen of je zo eentje mag hebben. Of met bakpoeder kan dat ook, denk ik. Maar toch zeker een bruistablet en dan doe je die erbij. Goed kijken. Hè. Het begint te bruisen. Heel zachtjes, het eerste belletje. Oh. Ja, kijk. Nu komen er allemaal belletjes, gekleurde belletjes. En hoe langer het duurt, hoe meer belletjes. Voilà, je eigen lavalamp is nu gewoon keihard helemaal klaar. Keileuk, hè. Ik wil ook nog een lampje eronder zetten, kijk. Wow, trippy.